Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. We kennen het boek Prediker toch wel een beetje als een bederver van de feestvreugde. Het lijkt allemaal zo somber wat hij schrijft. Terwijl wij toch in ons dagelijks leven, vermoed ik, voor u allen, heel erg houden van vreugde. We zoeken de dingen die ons blijdschap geven. We kunnen ons over zoveel dingen verheugen. En als je dan Prediker leest, die dan steeds maar weer zegt, ja maar wacht even, het is allemaal ijdelheid. Al die vreugde die je samen kunt hebben in je familie en de feesten die er straks allemaal aankomen. Ik weet niet of je Sinterklaas viert. En dan komt er weer kerst. Feest vieren met je familie voor een verjaardag, dat hebben we heel hard nodig als mensen. Dan gaat ons hart omhoog. Dan gaan we rechtop lopen, dan wordt de rug weer recht. Dan krijg je weer ruimte en licht om je heen. Dat is wat lachen en vrolijkheid met ons doet. Dan voel je je maximaal wat je zou kunnen zijn. Daarom zegt de prediker, vreugde, let op, dat is Gods gave. Dat heb je niet eens uit jezelf, dat zit niet in ons systeem ingebakken, dat is Gods gave. Geniet jij van de dingen die je doet, Gods gave. Geniet je van het leven met de vrouw die God je gaf, of als vrouw met de man die God je gaf, het is Gods gave. Het is een zegening die je niet in eigen macht hebt, je kunt jezelf niet dwingen om blij te zijn, om vrolijk te zijn. Het is Gods gave. Het mooiste wat we in ons leven kunnen hebben, de vreugde die dat allemaal met ons doet, die ons weer helemaal onszelf laat zijn, die ons de zorgen van morgen laat vergeten en de kwalen van gisteren doet minachten. Ze liggen achter ons. Je leeft helemaal even in het moment van nu en je geniet van het samen zijn met anderen. Vreugde wil gedeeld worden. Dat is een gave van God, een zegen die Hij geeft. Er zijn wel eens tijden geweest dat mensen zich wat tobberig, misschien wel door die lezing van het boek Prediker, met vreugde hebben bezig gehouden. Dat paste eigenlijk niet. Prediker zei toch ook, hè, dat lachen is niet zoveel waard en die vreugde gaat weer voorbij. Ik denk dat hij dat helemaal niet bedoelt. Ik denk dat hij alleen maar bedoelt, pas nou op, als je die vreugde ervaart en je voelt je weer eventjes helemaal lekker en je geniet van het samen zijn met anderen. Denk dan niet dat dat in jouw macht lag. Denk dan niet dat je dat zelf zo kunt regelen. Denk dan niet dat dat gewoon bij het aardse leven hoort en God daar niets mee te maken heeft. Dat wil hij zeggen. Het is Gods zegen, het is zijn geschenk. Maar als je je daaraan zou vastklampen, dat wordt een doel op zich, en je denkt dat je dat zelf kunt realiseren, dan kan het vreselijk misgaan. Dan mis je precies weer de pointe van je leven. Als het geen gave is, maar een soort arbeid die jij verricht, samen vrolijk zijn, dat kun je proberen te forceren. Ik heb het hier ooit al eens een keer verteld, maar dat blijft maar in mijn gedachten zitten. Een artikel ooit in Vrij Nederland, hele katern vol, over wat jongeren doen. Ik heb het dan over jongeren tussen de 20 en de 30. Die hebben dan net hun eerste baan en die wonen nog thuis. Die mogen dat geld dan vrijelijk besteden. Wat doen ze? Dan trekken ze met z'n allen naar Ibiza, zo'n hele groep. En daar komen jongeren uit alle delen van de wereld, uit Zweden en Nederland en Duitsland. Allemaal zo tussen de 20 en de 30, vrijgezellen vaak. Die zuipen zich vol. Want, zeggen ze, het hele leven van ons is zwaar, want dat werk is vervelend. En we kunnen ons nauwelijks permitteren om iets leuks te doen of iets leuks aan te schaffen, behalve die ene vakantie. Die 3 weken weg. En dan drinken ze zichzelf laveloos en dan denken ze dat ze vreugde ervaren. Dat ze even zichzelf zijn. Van al die zorgen weg zijn. Ik vond dat zo'n triest verhaal. Kijk, dan wordt de blijdschap of de vreugde een soort van doel op zichzelf. Dan wordt het je godheid. Dan is het geen zegen meer die je van boven ontvangt. Gods zegen die even door je leven mag heen waaien en die je weer nieuwe kracht geeft,
Want er moet ook nog iets anders worden gedaan in het leven. Je hebt een taak in dit leven, een plaats waar je tot zegen moet zijn. Kan niet alleen maar ervaring zijn van blijdschap en vreugde. Als het leven alleen maar één feest zou zijn, dan is het ontzettend vervelend. Is als met de muziek ook, als het alleen maar één enkele toon is van begin tot eind, is het geen muziek. Daar moet af en toe een rust in zitten, de toonhoogte moet veranderd worden. Dan krijg je een melodie in je leven. De blijdschap is gewoon één van die tonen. De vreugde is één van die klanken die erbij hoort. Die je nooit los kunt krijgen. Sommigen denken dat. Die maken van die blijdschap hun godheid. Die zien het niet als een zegen, als een gave. Maar klampen zich er helemaal aan vast. Dat is ene uiterste. Andere uiterste is dat je tijdens een feest alweer denkt aan het opruimen van morgen of aan de ellende van overmorgen. En dat je maar niet uit je gedachten kunt krijgen wat gisteren gebeurde. Dat je het niet aanvaarden kunt, dat geschenk. Want je bent te belast met andere dingen. Dat is heel begrijpelijk. En soms ook onvermijdelijk. Nu de feestdagen weer aanbreken, zal voor velen het feest worden verstoord door een gevoel van rouw. Want dit heb ik vorig jaar nog met mijn partner of met mijn broer of met wie dan ook kunnen vieren, nu niet meer. Dan wordt het feestje even bedorven. Ook dat gebeurt ons. En toch wil deze God niets liever dan dat we keer op keer weer de blijdschap ervaren over het leven dat hij geeft. Hij geeft ons zoveel zegeningen. We hebben het gezongen. We vinden het allemaal vanzelfsprekend. We denken allemaal dat het erbij hoort. Als je nog rechtop kunt staan en kunt lopen, als je nog vrienden hebt en familieleden, als je nog samen kunt zijn met anderen, dan heb je een zegen van God ontvangen. Als je hier genieten kunt van de dienst en van de broeders en zusters in de gemeente, als je kunt ervaren wat het is om werkelijk deel van een gemeenschap te zijn, is dat een zegen van boven, reden van blijdschap. Wat heeft Salomo niet allemaal gedaan? Waar hij blij van werd. Hij heeft huizen gebouwd. Zelfs in zijn arbeid kon hij blij zijn over wat het tot resultaat had. Wijngaarden geplant. Hoven en parken aangelegd. Watervijvers uitgegraven. Niet met eigen hand vermoedelijk. Maar hij was er de architect achter. Of de bedenker van. Niets wat mijn ogen wenste ontzegde ik ze. Hij is meester in het verwerven van genietingen en van blijdschap. En hij zegt alleen maar dit. Niet dat dat fout is. Niet dat je het niet ervaren mag. Maar besef wel dat je daarop niet je leven kunt funderen. Er is nog wat anders. Je kunt niet alleen maar leven met de cadeautjes. Je moet ook kijken naar de schenker. En dat is moeilijk voor ons. We kunnen de zegeningen ervaren en dan juist denken we dat we God niet nodig hebben. Wanneer roepen wij God aan? Automatisch. Zo'n noodkreet uit het hart als het misgaat. Het eerste wat we dan doen. O God, kom mij te hulp. Wat gaat mis? Of we nou iets moois meemaken. Is dan het eerste wat we doen. O God, dank u dat ik dit ervaren kan. En zo zitten we niet in elkaar. Juist in de vreugde, in de blijdschap. Vergeten we de gever, de schenker. Juist als we de zegen ondergaan, wanen we ons met onszelf alleen. We zijn tevreden over wat we hebben. Waarom moeten we nou nog aan de hemel denken? Nou, zegt prediker, daar komt die zegen vandaan. En als God zich er niet mee bemoeid had, dan had je er niet eens van kunnen genieten. Want genieten van dat dagelijkse werken, dat dagelijkse leven, met die partner die je hebt, of met de kinderen die je hebt, of met familieleden, dat is Gods gave. Dat zou je uit jezelf niet redden. Je zou neergebogen raken door de zorgen van morgen. En je zou vermoeid blijven van de arbeid van gisteren. Dat je hier en nu, in het moment waarop je staat, kunt genieten van het leven, is altijd Gods gave. En daarom danken wij hem het minste. Daar zijn we niet zo mee bezig. En dat is de reden, denk ik, dat Paulus in die Filippense brief er maar een gebod van maakt. Gebiedende wijs. Verblijd u altijd in de Heer. Dat is weer een ander perspectief. Dan gaat het niet eens om de dagelijkse dingen. Dan gaat het om wat God boven al dat aardse uit ook nog eens een keer geschonken heeft. Dat is de zegen van
wat we in de kerk dan gewoon makkelijk noemen, het behoud van de redding, van de vergeving, van de verzoening met God. Is dat geen geschenk? Dat je elke dag mag opstaan en God jouw vader mag noemen? Dat hij niet ver weg is, maar nabij is. De Heer is nabij, zegt Paulus er ook bij. Dat geschenk van elke dag, daar staan we misschien nog het minste bij stil. Daar zijn we zo vertrouwd mee, dat we er geen vreugde bij voelen, geen blijdschap bij voelen. Daarom prent Paulus ons dat nou maar eens even in. Eerst in die gemeente van Filippi. En daardoorheen dan ook ons, pas op, verblijd je nou. Want dan zie je je leven in het goede licht. Dan begrijp je waar het uiteindelijk om gaat. Kijk eens, als je geen blijdschap hebt over het leven wat je hebt, wat denk je dan? Dat het niet Gods gave is, dat hij zich er niet mee bemoeit, dat je maar een beetje aan je lot bent overgelaten. Zusters en broeders, dat is niet zo. Dan heb je niet gezien wat er echt gaande is. Als je ziet wat er wel gaande is, dat deze God jouw leven in zijn hand heeft, van minuut tot minuut, van seconde tot seconde. Dat hij met jou bezig is, actief terwijl jij slaapt. Dat hij jouw levensweg voor zich ziet. Dat hij jouw pad vrijmaakt van alles waardoor je struikelen kunt. Als je maar dat goede pad loopt, struikel je toch, heb je misschien een verkeerde afslag genomen. Hij wil erbij zijn. De Heer is nabij. Ja, niet af en toe of als vrome spreuk. Hij gaat met je mee op jouw levensweg. En hij wil jou steeds die zegen schenken en die vreugde schenken, die blijdschap schenken. En als jij naar de grond blijft kijken of je ogen sluit, zie je het niet. Dan zie je je leven niet in het juiste licht. Daarom kan Paulus zeggen, verblijd u altijd. Je hebt er namelijk reden voor. Is een hele goede reden om elke dag blij te zijn met het leven wat je hebt. Want je weet, mag dat God het zo bijzonder vindt, jouw leven. Dat het zo uniek is in zijn ogen. Zo kostbaar voor hem. Dat hij er alles voor over had om jouw leven in zijn hand te krijgen. Dat hij er alles voor over had om jou een zoon of een dochter van hem te maken. Dat zijn we door adoptie, zegt Paulus. Dat hij het zo bijzonder vond wie jij was. Dat hij zijn zoon in de dood gaf ervoor. Ze gaan geen reden om blijdschap te hebben. Elke dag wakker te worden in het besef, God heeft mij lief. En in dat licht mag ik vandaag mijn leven doorbrengen. In afwachting van die zegeningen en van die vreugde en blijdschap die God op ons levenspad ook nog een keer strooit. Gewoon de aardse vreugde. Die mogen we ook hebben door hem. Maar de grondtoon van die hele compositie van ons leven, dat is het geschenk van de vergeving en de verzoening. En daarop maakt God zijn melodie met al die verschillende klanken en toonsoorten die ons leven mogen beheersen. Die momenten van vreugde, dat we weer eens zien wat hij ons gaf. Natuurlijk heeft hij ook toegelaten dat ons dingen ontvallen. En we zijn dingen kwijtgeraakt. En het kan niet altijd vreugde zijn. Prediker zegt het ook, er is een tijd voor vreugde. En een tijd voor rouw, dat is er ook. Maar daarin niet te blijven vastzitten. Te ontdekken dat God ook na rouw en na verdriet een nieuwe weg wil openen. Een nieuwe stap jou wil laten maken. Dat hij die zegen gewoon blijft voortzetten. Dat hij jou troosten wil in je verdriet. En je weer rechtop wil laten staan. En je gebogen nek wil oprichten en je rug wil rechten. Want het leven wat hij geeft, ondanks alles wat we meemaken, is meer dan de moeite waard. Het is zijn gave. Het is zijn zegen in onze richting. Hij heeft het in zijn hand. Hij gaat er liefdevol mee om. En hij zal het voltooien op zijn tijd. Het is misschien raar om te zeggen, maar God wil dat wij gelukkig zijn. God wil dat wij vreugde ervaren en dat we opbloeien. En dat we rechtop staan en de wereld aankunnen, dat is wat hij van ons wil en met ons wil. En hij doet het in geloof en door zijn geest. En daarom kan Paulus zeggen, verblijd u nou. Ook als je het zelf niet kan, ook als je zelf te zwak bent. Al die dingen die wij niet kunnen forceren, komt hij ons tegemoet, tilt hij ons op, kunnen we op zijn kracht vertrouwen. We gaan weer een seizoen vol
feestvreugde in. Ik hoop dat u er zeer diep van genieten zult. Samen met allen die u in dit leven vergezellen. En laten we maar een beetje glimlachen over hoe anderen dat doen. Ik reed vandaag naar de kerk toe. En dan zie je op een leeg marktplein één klein lichtpuntje. En dat ziet er toch wel een beetje uit als een mijter met een kruis erop. Ik denk dat bijna niemand die daar langs loopt begrijpt waar dat kruis op slaat. Ze denken Sinterklaas. Laat voor ons nou in al die feesten die we straks gaan vieren niet alleen maar die mijtervorm interessant zijn. Laten we niet over God denken als een Sinterklaas die ons cadeautjes geeft. Laten we dat kruis zien. Laten we zien hoe diep deze God zich wilde vernederen. Hoe diep deze God gegaan is om u en mij op te zoeken. Hoe groot de liefde van die God is. Laten we dat proberen te zien in de weken, in de maanden die voor ons liggen. Laten we dat proberen te zien bij elke vreugde en zegen die we ontvangen. Gods hand daarin. Zijn liefde ging zelfs door de dood heen. Is er dan geen reden om blij te zijn? Elke dag weer. Uw leven rust bij een God die zo ver wilde gaan. Die u zo belangrijk vond. Die u zo lief had. Dat hij zijn zoon door de dood liet gaan. Dat is reden van blijdschap. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.